Mijn naam is Menko Boersma. Ik ben de algemeen directeur van GroenHort en we zijn hier in Zeildijk. Mijn opa is in 1940 begonnen en heeft het bedrijf samen opgebouwd met mijn oud-oom Mente. We zijn vooral groot geworden in de maaidorsers en in de persen van het merk Klees, wat later Nieuw-Holland is geworden. Ik ben uiteindelijk gevraagd door mijn oom om hier te komen werken en dat is in 2003 geweest. Juli 2003 ben ik hier begonnen te werken. Ik heb eerst een paar maanden met een monteur meegelopen. En later ben ik gestart samen met mijn oom eigenlijk als verkoper. Daarnaast ben ik ook een magazijnman en chef werkplaats hier geweest. Maar voornamelijk in de verkoop. Wat je ook wel zag veranderen is dat ik steeds meer verantwoordelijkheid kreeg van mijn vader en mijn oom. En dat zij steeds wat meer afstand namen. In 2011 zijn we met GroenHort begonnen. Een fusie met Popken en Jans Meppelink en met Boersma. En dat is ook mede ontstaan door de strategie die John Deere heeft, de Dealer of Tomorrow strategie, waarin ze zien dat de klanten vooral groter en professioneler worden. John Deere ook, en dat het logisch is dat wij daar als dealer in meegroeien. Ze zagen het wel als een spannende ontwikkeling, veel, vooral de klanten. Familie en omgeving vonden het ook wel spannend, denk ik, maar nou ja, ze zien ook wel dat niets zo blijvend is als verandering en dat dit een goede stap was. Het gaat heel goed met GroenHort. We groeien qua aantal mensen, qua omzet, qua klanttevredenheid, marktaandeel. Eigenlijk gaan we op alle punten mooi vooruit. Het zou me niks verbazen als we nog een keer een stap gaan maken.